Vandaag donderdag, de 27e. Het is vandaag Nationale Voorleesdag. Ja, dit is natuurlijk een beetje in... dat komt natuurlijk een beetje door de boekenweek en zo, maar... Ja, die is opgeschoven vanwege de corona. Het is gewoon wel Nationale Voorleesdag. Dus ik denk, wacht, laten we eens gewoon een boek tekenen, een voorleesboek. Doe je mee? Nationale Voorleesdag. Ik denk, laten we eens een boek tekenen. Nou, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Tenminste, niet zo heel moeilijk. Dat zeg ik nou wel. Zo. En een voorleesboek. Er mogen best wel wat plaatjes in staan. Dus laten we zo eens een plaatje laten zien. Nou, wat bladzijden. Zo. En de kaft van het boek, natuurlijk. Nou, die kunnen we eventueel marcheren. Hè? Dat is een... De kaft is net weer donkerder dan de inhoud van het boek. Er zit hier nog een... Zo. Maar ja, nu is het nog een lege boek. Dus laten we er ook tekst in zetten. En dat kan gewoon zo, hè. Gewoon kriebeltjes. En je suggereert tekst. Op deze manier. Tadaa, een voorleesboek. Nou, nog een plaatje. Hè, dit is dan een zogenaamd afbeelding. En we hebben een voorleesboek. Ook hier zou je nog kunnen zeggen van ik doe hier nog wat schaduw. Maar dat is in principe niet nodig. Ik zie jullie morgen in de volgende video.